haar gevoelens van heel veel jonge mensen behoorden in mooie gedichten. En een van die, en er waren natuurlijk meer, maar een van die wereld ja, toch wel aardig bekend is geworden, zeer bekend is geworden, is de Egyptische dichter Hisham el-Djorr. Voor de mensen die hem kennen, die weet er misschien ook al welke gedichten hij hier natuurlijk ook gelezen heeft. Maar door mensen die dat niet kennen, ik zou hem toch wel even opzoeken. Hisham el-Djorr, hij is wel een Egyptische dichter nogmaals. Maar hij heeft wel heel veel jongeren, ook buiten Egypte, enorm weten te binden aan, zich, aan zijn gedichten. En een van de gedichten die hij voorlas, dat heet De Visum. Eigenlijk het niet krijgen van een visum. Nou, dit is een actueel onderwerp, visum. Maar hoe gek is het eigenlijk? De dichter die geeft eigenlijk aan, ondanks dat we zeggen dat wij allemaal broeders zijn, vrienden van elkaar zijn en voor elkaar moeten opkomen, hebben we eigenlijk een visum nodig om onze eigen broeders op te zoeken. Hoe gek kan het nog zijn? En zijn gedicht gaat ook over de visum, het Tashira. أسبح أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه وأعلم أن لي قدرا سألقاه وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني وكنا في مدارسنا نردد بعض الاغاني نغني بيننا مثلا بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخواني بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخواني وكنا نرسم العربيه ممشوقا بهامته له صدر يصد الريح استعوي مهابا في عباته وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى وأن عدونا صهيون شيطان له زيل وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل سأبحر عندما أكبر أمر بشاة البحرين في ليبيا وأجني التمر من بغداد في سوريا وأعبر من موريتانيا إلى السودان أسافر عبر مقديشو إلى لبنان وكنت أخبي الأشعار في قلبي ووجداني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني شكرا بارك الله Thank you. Wat mijn lot zal zijn, dat ga ik wel zien. Laat hem maar op me afkomen, zegt de dichter. Toen ik klein was en nog naar school ging, zongen we allemaal het lied. Wij zijn allemaal broeders. Wij zijn allemaal één.